Kijk, ik als schrijver heb de vrijheid om te schrijven, vind ik, alles wat ik wil. Maar jij als lezer hebt een heleboel rechten. 1. Je kunt besluiten het boek niet te kopen. Niet te lenen. Het niet open te slaan. Het niet te lezen zelfs. Je hebt zelfs het recht om het dicht te doen, heel kwaad, en het in een hoek te gooien. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb jij als lezer alle macht over dat boek. Welkom in de Bali. Ik ben Isabel Sjarden, jullie moderator. En vanavond gaan we het hebben over een onderwerp dat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen. Namelijk censuur in de kinderliteratuur. Want wat zijn de richtlijnen als het gaat om het schrijven van kinderboeken? En zijn deze überhaupt nodig? Of is een kind soms weerbaarder dan wij denken? Nou, daar gaan we het over hebben. En nog veel meer. Ik zit hier namelijk met twee geweldige gasten die ik even zal voorstellen. Ik heb hier aan mijn linkerhand Belle Barbé zitten. Zij is specialist in seksuele opvoeding en geeft ermee onder andere trainingen op school. Daarnaast is ze auteur van onder andere het boek 100 antwoorden bij seksuele opvoeding. En dan zit hier naast mij Ted van Lieshout, gerenommeerd kinderboekenschrijver. En onder de jeugd, nou ja, we hebben niet heel veel hele jonge mensen in de publiek zitten. Ook wel bekend voor de boekenreeks Boer Boris. Maar je hebt natuurlijk ook talloze andere boeken geschreven. Mag ik een warm applaus voor deze twee? Wat voor boeken lazen jullie eigenlijk toen jullie klein waren? Ik las eigenlijk alles wat los en vast zat. Wipneus en Pim. Suske en Wiske, Kuifje, maar ook De Klop op de Deur, wat in onze boekenkast stond. Ik heb alles van Dickens gelezen, gewoon omdat het bij ons in de boekenkast stond. Maar niet toen ik 6 was, hoor. Toen ik was. Het was een stijgende lijn. Ja. Belle, wat heb jij gelezen? Ik was blij dat Ted eerst ging, want ik kon eerst alleen de Donald Duck bedenken. Maar gelukkig kwam er ook nog wel iets meer naar boven. Roald Dahl was ik ook natuurlijk enorm fan van. Maar ook Brief van de Koning, Sleutelkruid. Ik ben een beetje in die tijd opgegroeid. En ja. Ik zag toevallig vandaag het Sleutelkruid staan in de boekwinkel. Toen dacht ik, oh, die kan ik bijna thuis voorlezen. Daar had ik ook weer heel veel zin in om dan je eigen jeugdboeken weer voor te kunnen lezen. Ja, dat is heerlijk. Maar Belle, jij spendeert veel tijd op basisscholen waar je ook training geeft. En onder andere kinderen informeert over seks, seksualiteit. Kan je misschien heel kort even iets vertellen over wat je precies doet? Ja, de kinderen die spreek ik eigenlijk bijna nooit meer zelf. Ik train veel leerkrachten om seksualiteit bespreekbaar te maken in de klas. En dat is meer dan alleen het lesgeven over. Want er zijn natuurlijk de hele tijd situaties in de klas waarbij er die raken aan seksualiteit. Of, zoals? Kan ik een voorbeeld noemen? Ja, nu probeer ik meteen een leuk voorbeeld te noemen. Maar kinderen die verliefd worden op elkaar bijvoorbeeld. Maar ook stomme dingen. Kinderen die elkaar uitschelden voor homo. En dat vraagt iets van de leerkracht, van de docent, om op dat moment om eigenlijk de veiligheid in de groep te bewaren, daar iets mee te doen. Ja. En daar train ik ze in. Ja. Dus we hebben het natuurlijk over kinderliteratuur vandaag. En ik denk dat jullie ongetwijfeld de discussie rondom Roald Dahl hebben gevolgd. En om de aangepaste heruitgave van zijn werk, waarin passages waarin mensen dom of dik of lelijk worden genoemd, die zijn onder andere aangepast. Ted, jij bent kinderboekenschrijver, maar bent natuurlijk ook dichter en tekenaar. Hoe heb jij deze discussie gevolgd? Ik vond het verschrikkelijk. Ik ben er ook heel erg op tegen. En waar precies op tegen? Ik maak wel een onderscheid. In dit geval gaat het over kinderliteratuur. Mm-hmm. En ik vind dat je daar met je poten af moet blijven. Ten opzichte van wat? Want je hebt het over literatuur? Ten opzichte van het kunstwerk. Okay. Dan, ik vind Mathilda bijvoorbeeld, of de Grote Verschrikkelijke Reus, dat vind ik kinderliteratuur en dus een kunstwerk. Het werk van een kunstenaar. Mm-hmm. En ik vind dat je daarvan af moet blijven. Mm-hmm. Ik vind niet dat dat bij alles hoeft. Als je nou boeken maakt voor bijvoorbeeld de schoolmethode, dan is de intentie van de schrijver en van de tekenaar niet in het algemeen dat je kunst aan het maken bent. En dan kan je ervoor kiezen om die teksten aan te passen als je dat nodig vindt. Of als je daar toestemming voor geeft als maker. In het geval van Roald Dahl is hij dood, dus dan moet je er al helemaal afblijven, vind ik. En als je er dan toch aan zit, moet je het heel smier doen.
En dan moet je een andere reden hebben dat het alleen maar commercie is. He, want dat is in zekere zin waarom ze het doen. Ze willen dat die boeken beschikbaar blijven voor de jeugd van nu. Mm-hmm. En er zijn andere eisen. En dus denken ze, nou, als wij die boeken nu een beetje aanpassen, dan gaan ze weer een tijdje mee. Maar ik vind dat ze daar te grondig in zijn geweest. Oké. Okay. Nou ja, of het echt voor die commercie is dat... Ja, ik hoorde iemand bijna willen klappen. Goed zo. Ja, of het voor commercie is, dat is natuurlijk altijd wel te betwijfelen. Want volgens mij zijn die uitgeverijen ook best wel geschrokken, omdat er best wel een flinke reactie uit een andere hoek weer kwam. Belle, hoe heb jij deze discussie gevolgd? Nou, waar ik meteen aan moet denken is, jij hebt een boek meegenomen en daar heb je dingen in afgeplakt. Dus ja. Ergens is er een grens waarvan we denken van dat is niet meer oké. En die grens die verandert misschien. Ik zeg niet dat ik, even om in het midden te laten wat er met Roald Dahl is gebeurd, maar ik denk wel, en het gebeurt bij heel veel andere boeken, bijvoorbeeld Shakespeare wordt ook opnieuw uitgegeven. Dan komt er ook een nieuwe taal die beter aansluit bij hoe jongeren nu lezen. Dus ik snap wel dat er een noodzaak kan zijn om die boeken te veranderen, om beter te laten aansluiten. En ik denk dat wat we wel of niet accepteren, dat dat veranderd is. Dat die grens opschuift. Dat die grens opschuift. Ja. En misschien zijn we nu aan het kijken van, ja, moet dit een nieuwe grens zijn? Nou, daar kan je dan over verschillen van mening, maar... Ook misschien ook afhankelijk van welk stuk. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende aanpassingen gedaan in dat boek. Ik hoorde dat het er dus niet zoveel waren. Of ik las in de Volkskrant een artikel dat het best wel meeviel hoeveel aanpassingen er gedaan waren. Ik heb het uiteindelijk ook niet gecontroleerd. Nee. Maar ik vind er een groot verschil zitten in of je zelf nog toestemming geeft of niet. In dit geval gaat het over een schrijver die niet meer zelf kan beslissen. In zijn geest kan je wel min of meer zeggen dat hij dat niet gewild had. Ja. Hoewel hij een aantal dingen heeft veranderd tijdens zijn leven. Ik ben ook niet tegen elke verandering, maar de mate van veranderingen die we over hebben gelezen waren zodanig dat ik vind dat er is huisgehouden in een kunstwerk. Ja. En daar kan ik het gewoon niet mee eens zijn. Het is ook zo, bijvoorbeeld, dat de Bijbel, die is ook al lang niet meer in die bewoordingen zoals die destijds is gemaakt. Maar het was misschien wel goed geweest als we nu het Oude Testament zouden lezen zoals het toen is geschreven, omdat we dan misschien anders zouden denken over religie dan nu. Belle zei het inderdaad. Je hebt hier wel een boek meegenomen waarin je juist wel dingen hebt afgeplakt. Ja, maar dat heb ik voor jullie gedaan. Oh, dat is heel aardig. Kan je misschien iets vertellen over het boek wat je mee hebt genomen? Ja, ik heb het van mijn broer gehad, want ik ken het nog wel uit mijn jeugd. Het is van H. Arnoldus en het heet Oki en Doki bij de N-woord. En dat is het woord, even voor duidelijkheid, dat is het woord wat je hebt afgeplakt, toch? Nou, ik heb ook de stereotypering van zwarte mensen afgeplakt. Omdat ik ga er straks een stukje het voorlezen. Ja. Normaal gesproken vraag ik toestemming. Voor wat? Nou, of ik dat woord mag uitspreken. Maar in dit geval was ik dat niet van plan. Wou ik het voorlezen, gecensureerd. Dus zou ik in plaats van dat woord het N-woord hebben gezegd. Mm-hmm. Om te laten horen wat dat doet met een verhaal. Mm-hmm. Daarom heb ik het afgeplakt, omdat men het schofferend vindt. En dat is het ook. Ja. Maar ik vind persoonlijk, ik ben heel blij dat ik dit boek heb. He, dat ik inzicht heb in hoe men dat vroeger schreef, hoe men daar vroeger over dacht. Het leert mij iets over het verleden. Dus eigenlijk wat we net erachter hebben gehoord van, nou ja, dat je bijvoorbeeld dat je wel de passage voorleest, maar de context bijgeeft, in plaats van dat je... Van mij hoeft dat helemaal niet. Ik ben best verstandige vent. Ik weet best wel wat niet goed is en wat wel goed is. En ik vind het belangrijk om te kunnen lezen hoe dat destijds bedoeld is geweest. Ja. Ook om te horen of daar bijvoorbeeld een racistische ondertoon zit. Of die racistische bedoeling. Maar dan vraag ik me wel af, Ted, want nou ja, jij bent natuurlijk geen 8 meer. Maar wat als ik dit nou aan mijn kind van 8 voorlees en die kan niet helemaal dat onderscheid maken? Kijk, ik als schrijver heb de vrijheid om te schrijven, vind ik alles wat ik wil. Maar jij als lezer hebt een heleboel rechten. 1. Je kunt besluiten het boek niet te kopen. Niet te lenen. Het niet open te slaan. Het niet te lezen zelfs. Je hebt zelfs het recht om het dicht te doen, heel kwaad, en het in een hoek te gooien. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb jij als lezer alle macht over dat boek. Laat mij dan de macht hebben om te schrijven wat ik wil, zodat jij kunt bepalen, maar ik pik dit niet. Ja. Ik neem dat boek niet. Mm-hmm.
Daarmee ben ik al genoeg gestraft. Als ik nou ook nog een boek moet schrijven volgens bepaalde regels van een soort zelfbenoemde rechters, zou je eens kunnen zeggen. Hè? Want het zijn mensen met hun eigen normen en waarden die een bepaalde mening hebben. En ik moet daaraan gehoorzaam zijn. Dan kan ik mijn vak niet meer uitoefenen. Ja. Zo is het. Bella? Ik ben het eens helemaal met Ted dat de kunstvorm echt wel een hele grote vrijheid moet kunnen genieten. Dat is wat die kunstvormen... Die kunnen je wereld gewoon zo oneindig veel groter maken. En zeker als je thuis een heel beperkt verhaal te horen krijgt of op een school zit waar het verhaal beperkt is, dan is literatuur een manier om heel veel mooie dingen tot je te nemen, denk ik. En ik ben ook geen voorstander van om bijvoorbeeld dat N-woord helemaal te verwijderen. Want dan verwijder je eigenlijk ook de geschiedenis. En dan heb je ook niet meer de kans om het daarover te hebben. En ja, bagatelliseer je het eigenlijk totaal. Dus maar ik ben wel voorstander van die context dan toevoegen. Want op het moment dat je daarover in gesprek kan gaan, en dat kan ook met hele jonge kinderen, dat zijn best wel gesprekken die je kunt voeren, denk ik. Dan kan het, ja, wat mij betreft, nog extra waarde toevoegen door dus juist die geschiedenis, die context mee te geven. Ja. Maar vind jij dan dat als ik een boek schrijf, dat ik die context in dat boek moet verwerken? Nee, want je schrijft een nieuw boek. Ik denk dat het goed is dat de boeken die er nu bij komen steeds diverser worden. En dat we hebben de oude boeken, we hebben de nieuwe boeken. En uiteindelijk hebben we een heel breed palet aan alles wat er is. En kan je kiezen wat je koopt en wat je de hoek insmijt. Maar... Ja, nou, dan vind ik dat mij het recht moet worden gegeven om te schrijven wat ik wil. En natuurlijk, daar hadden we het er straks ook wel een beetje over, pleeg ik zelfcensuur toe. Deed ik vroeger veel minder. Ja, want daar ben minder. Ik wel benieuwd naar, Je schrijft al 40 jaar kinderboeken. En divers en inclusief, wil ik erbij gezegd hebben. Mm-hmm. Ik geloof je. Maar hoe is dat dan voor jou veranderd? Want je zegt, nou ja, aan een oud werk waarvan de schrijver dood is, moeten we niet meer sleutelen. Jij bent springlevend, jij schrijft nog. Hoe heb je je eigen schrijfstijl zien veranderen dan? Nee, niet zien veranderen. Er zijn een paar boeken die ik in de laap gelegd en die ik niet publiceer, uit angst voor de reacties die erop zou kunnen komen. Maar dat heeft te maken met een bepaalde verkramping en verlamming die ik de afgelopen jaren heb ondergaan. Eigenlijk min of meer toen er een soort lawine, zou je eens kunnen zeggen, van kritiek over kinderboekenschrijvers heen kwam. Van jullie moeten nu dit, jullie moeten dat. En ik dacht, ja, maar ik ben al 40 jaar inclusief. Lees die boeken dan eens een keer in plaats van te zeggen, en nou moet je inclusief zijn. Of, mm-hmm. Want op wat voor manier ben jij dan inclusief in je kinderboeken? Nou, dan ik moet zeggen, ik heb al een tijdje geen kinderboeken meer gelezen, omdat ik nu 18 nou, ben. Vooral maar heel veel vrouwen en heel veel meisjes en heel veel diversiteit in seksualiteit, bijvoorbeeld in geaardheid. Mm-hmm. Relatief weinig mensen van kleur. Maar dat lag ook niet zo heel erg op mijn pad. Omdat je gaat niet zo gauw zeggen, daar loopt een zwart jongetje. Dat zeg je eigenlijk nooit. Het zijn gewoon jongetjes die er lopen. Waarom zou je dat niet zeggen? Omdat ik ook niet zeg, daar loopt een wit jongetje. Dat doe ik ook niet. Kan ook gewoon een zwart jongetje lopen zonder dat het benoemd wordt natuurlijk. Precies, er loopt een jongetje. En of die nou wit of zwart is. Wat een beetje de vervelende kant is, dat als ik het over een ik-persoon heb, bijvoorbeeld in een boek, dan gaat men er bijna vanzelfsprekend van uit dat dan een wit jongetje zal zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet per se noodzakelijk. Ik verberg me is niet helemaal het goede woord. Ik verplaats me, en dat is ook mijn vak, ik verplaats me in iemand die ik niet ben, die weliswaar kleine kantjes van mezelf heeft, want anders kun je bijna geen karakter opbouwen. Maar iemand die compleet anders is dan ik, dat is mijn vak. En daar werk ik mee. En dat wil niet zeggen dat dan het jongetje waar ik het over heb, dat niet bijvoorbeeld van kleur zou kunnen zijn, of een Marokkaanse jongetje, of wat dan ook. Mm-hmm. We hadden het net in discussie eigenlijk wel een beetje over de vraag, wat is eigenlijk de rol van kinderliteratuur? En jij had het net over context geven bij een bepaald woord. Het zit toch weer, nou ja, je bent natuurlijk ook pedagoog. Het zit ook weer een beetje in de opvoedkundige hoek. En jij zit eigenlijk meer aan het diehard kunstkamp. We hebben toch een debat vanavond. Hoe zien jullie die rol van kinderliteratuur eigenlijk? Is dat opvoeding of is dat vermaak? Als ik het nog heel even bot moet zeggen. Ik ben in mijn optiek een kunstenaar. En ik maak kunst voor kinderen. En ik maak wel omarmende boeken voor kinderen. Dat wil zeggen,
dat ik over alles kan schrijven wat ik wil, maar ik heb wel in gedachten dat ik voor kinderen schrijf en dat ik ze dus niet of schoffeer of dat ik ze iets heel naars schrijf. Ik omarm als het ware het publiek enigszins, maar ze, in principe moeten ze alles te horen kunnen krijgen van wat er in de wereld te koop is. Als kunstvorm. Er zijn ook boeken die ik heb gemaakt bijvoorbeeld voor leren lezenreeksen en die ervaar ik niet als kunstboeken. En als ze daar tegen mij zeggen, je mag het hier en daar niet over hebben, dan kan ik daarin meegaan. Maar de vrije boeken die ik maak, dat zijn in mijn optiek ook echt vrije kunst voor kinderen. En ik vind dat kinderen, alle kinderen, recht hebben op kunst. Mm-hmm. Helemaal mee eens. Maar zie je daar ook een verantwoordelijkheid van? Want zij natuurlijk, je zou ook kunnen zeggen dat het jonge kinderen zijn die toch ook wel op een bepaalde manier beïnvloedbaar zijn. Dus dat je misschien ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Daarom zeg ik ook, ik schrijf omarmend. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat je... Ik wil een voorbeeld noemen. Ik schreef een boek, dat wilde ik schrijven over de dood van mijn broer. Wij waren allebei homoseksueel en ik wilde een boek schrijven over twee homoseksuele broertjes waarvan de één overlijdt. En ik dacht, toen ik dat wilde gaan schrijven, ja, maar het is zo erg als je dat schrijft. Want je bent jong, je bent 12 of 13, je leest dat boek. En dan denk je, terwijl je dat boek leest, maar aan het eind gaat hij niet dood. En die macht heb je als schrijver van, je laat het uiteindelijk, het gaat allemaal slecht en het gaat nog veel slechter en nog veel slechter, maar uiteindelijk komt het goed. Maar in dit geval moest het gaan over de dood van een broer. En toen heb ik omarmend gedaan door de dood van dat broertje voor het boek te plaatsen. Zodat als je het boek begint te lezen, weet je al dat er niks meer aan kan veranderen. Mm-hmm. Er is iemand dood. Ja. En dat gaf mij de gelegenheid om dan toch op die manier over het doodgaan van de jongen te spreken. Mm-hmm. Dat je als jonge lezer dus niet geschokt raakt door het feit van, hij komt dus niet meer. Dus dat je mensen voor, dat je ze even voorbereidt. Al, nou, dat is omarmend schrijven, dat je oplet. Beetje vaderlijk of moederlijk, zo je wilt, hè, dat je voor kinderen bezig bent. Maar ik vind wel dat kinderen heel weerbaar zijn en dat ze dus heel veel aan kunnen. Heel even over die weerbaarheid, want daar hadden we het net natuurlijk ook al een beetje over. Jij zegt, eigenlijk moeten kinderen gewoon, ze moeten kunnen lezen over alles wat de wereld te koop heeft. Ja, en als hun ouders zeggen, je leest het niet, ja, dan heb ik daar niks over te zeggen. Inderdaad. Ja. Maar ik was wel benieuwd bij jou, Belle. Hoe kijk jij daar tegenaan? Kunnen kinderen alle onderwerpen hebben? Alle onderwerpen vind ik wel veel onderwerpen. Ik denk dat er wel een grens is. Maar ik merk dat ik ook meteen bijvoorbeeld denk aan mijn eigen dochter. Die gewoon, ja, dan moet je niet over oorlog gaan vertellen. Want die slaapt dan niet meer bijvoorbeeld. Er is gewoon. Dus in die zin snap ik ook het woord beschermen soms wel. Omdat dat is natuurlijk wat ouders op een bepaalde manier willen doen. Kijk, het verschil voor mij tussen de kunstvorm en het opvoeden is ook. Het totaal wat je bouwt met die boeken. Dus een individueel boek kan een kunstvorm zijn en kan een bepaald thema belichten of zo. Maar wat jij als ouder in huis haalt, is wel je opvoeding uiteindelijk. En wat er in de schoolbibliotheek staat ook. Als je dus nooit boeken met queer personen erin zet, dan is dat wel bepalend voor hoe de kinderen opgroeien. Dus dat vind ik nog iets anders dan een individueel boek. Hoe bibliotheken en scholen en huizen worden ingericht. Ik denk dat kinderen ontzettend weerbaar zijn. En dat ze boeken heel anders lezen. En dat het voor kinderen heel vaak. En dat zag je bijvoorbeeld ook in die discussie van Pim Lammers. Dat boek, het lammetje dat een varkentje is. Mm. En volwassenen, ja, dan dat is transgender ideologie die wordt opgelegd. Kinderen lezen een boek over een varkentje of een lammetje dat een varkentje wil zijn. Dus dat het is ook vaak de invulling van de volwassen geest die bepaalt hoe de kinderen het uiteindelijk ook ervaren of wat ze ervan meekrijgen. Want zelf kijken ze er met een hele andere bril naar. Maar ja, ergens is er natuurlijk een grens. Je gaat niet mensen in stukjes hakken in een kinderboek, denk ik. Daar trekken we de lijn even. Dan ken je de bloeddorstige badmeester van Hans Dorrestein niet. Ik wou zeggen, is dat zo'n boek dat nog bij jou in de la ligt, Ted? Nou, zo'n boek is een heerlijk boek. En dat wordt flink aan stukken gesneden, maar natuurlijk wel met humor. Ja. En dan kan het wel. Als ik het goed heb jij ook een keer kritiek ontvangen omdat je het woord piemels in je broek... Ik heb heel veel piemels in mijn boeken gedaan. Ik heb zelfs een omslag uit 1991, dat geloof ik. Ja. Daar ligt een jongetje zo in bad. En dan zie je hier een klein rondje bovendrijven. Uh-huh. Nou, dat boek zou nu niet meer kunnen. Voor welke leeftijd schreef je? Nou, ik werk niet zo met leeftijdsgroepen, maar laten we zeggen vanaf een jaar of 10. Okay. Ongeveer. Ja. Dat boek waar dat over ging,
dat ging over een bloot spook. En er was een educatieve uitgeverij, die wilde dat uitgeven. Maar omdat bepaalde religieuze scholen het woord piemel niet wilden gebruiken, moest ik dat dan vervangen door plasser. En ik zei, dat kan niet, want een spook eet niet en plassen ze ook niet. Dus hij gebruikt dat ding in ieder geval niet daarvoor. Het werd wel een lastige discussie, ja. En toen heb ik dus geweigerd en later hoorde ik van een collega die zei, goh, ik vind het zo moedig en zo goed van je. 20.000 gulden zomaar heb je laten gaan om een principiële reden. Ik zeg, hoezo 20.000 gulden? Nou, dat krijg je ervoor als je dat als je zo'n boek doet. Ja. Dorrie dacht ik, ja, dan was ik niet zo principieel geweest. Als ik dat had geweten. Ik dacht, dat was een paar duizend euro hooguit. Dus daar wou ik wel principieel voor zijn. Maar als het voor 20, dus ongeveer zeg maar 10.000 euro, daarvoor niet. En de piemels blijven er gewoon. Maar goed, dat was toen. En er is wel een verschil toen. En wanneer was toen? Sorry? Dit was in 1990, 91 ongeveer. Okay. Toen was er ook een heleboel wat niet mocht. Maar het kwam uit één hoek. Het kwam uit welke hoek? Uit de gereformeerde hoek, uit de christelijke hoek, uit de streng religieuze hoek. Mm-hmm. En daar trok ik mij niet zoveel van aan, want dat was niet mijn soort mensen. Je dacht, daar schrijf ik niet voor. Ik hoorde bij de wat linksere mensen, vooruitstrevend, vrouwenbeweging, flikkerbeweging, mm-hmm. vrijheid, meer rechten. He, dat was meer mijn kant. Dus, ja, dus je dacht, als zij me niet leuk vinden, maakt niet uit. Mijn boek niet willen, nou, dat kan mij het schelen. Ja. Maar nu is het anders. Want wat zien we nu gebeuren? Nu zie je het ook vanuit wat vroeger links, zal ik maar zeggen, is. Komt het ook uit de andere kant, he, van mensen die vinden dat je representatief moet zijn. Dus dat als je schrijft over bijvoorbeeld iemand die gehandicapt is, dat je dan ook dat op een aardige manier doet. Dat als iemand dik is, dat je die niet dik noemt, maar dat je dat in ieder geval niet stereotyp behandeld. Terwijl enorm was het woord in de, wat ze in Roda. Stereotypering is natuurlijk een instrument dat ik nodig heb om te kunnen schrijven. Waarom? Omdat je op die manier karakters een beetje kunt aandekken, een beetje kunt loslaten, een beetje kunt modelleren. Je maakt het wat dikker met klei. Maar zou je het ook kunnen, zou je dat ook kunnen doen zonder, zonder die woorden te gebruiken? Zonder? Ja, zonder bijvoorbeeld woorden die sommige mensen dan fans zouden vinden. Ja, ik denk dat het nog een verschil is. Je kan karikaturen maken om het aan te zetten, maar stereotypes kan je natuurlijk ook. Je kan een ik ben geen kinderboekschrijver, dus ik zeg nu maar wat. Maar je kan ook een personage bedenken die alle stereotypes ontkracht, maar wel een enorme karikatuur is in. Nou ja, ik wou een boek schrijven over een verwijfde kapper. Nou, ik kan het wel vergeten. Over wat? Een verwijfde kapper. Een verwijfde kapper. Nou, dat kan niet meer. Ik denk dat het misschien wel leuk is om nu een stukje voor te gaan lezen. Over stereotypes. Over stereotypes gesproken. Jip en Janneke heb ik meegenomen. Wie in de zaal heeft Jip en Janneke voorgelezen of voorgelezen gekregen? Kijk. Ja, groot fan van Annie M. G. Schmid. En toch ja, ook wel van Jip en Janneke. En volgens mij zei je het ook, hè? De Jip en Janneke omdraaien. Ja, dat doe ik dus ook. Dat is best moeilijk om te lezen en terwijl je leest het om te draaien. Zal ik het eens gaan proberen? Janneke en Jip mogen helpen. Helpen met de vaat. Janneke's vader wast af. En Janneke heeft een theedoek. En Jip heeft ook een theedoek. En nu maar drogen. Het gaat erg goed. Niet laten vallen hoor, zegt vader telkens. Jip is zo handig. Hij weet precies waar alles staan moet. Hij zet de bordjes in de kast en de kopjes op het blad. Maar Janneke kan het niet zo erg best. Die natte borden zijn zo glibberig. Ze heeft er een kleur van. En haar tong steekt een eindje uit haar mond. Niet laten vallen, Janneke, zegt vader nog eens. Pats, daar laat Janneke een bord vallen. Het is aan drie stukken. Hé, Janneke, zegt vader verdrietig. Dat is nou jammer. Jij kan het niet, zegt Jip. Jij mag niet meer meedoen. En dan wordt Janneke boos. Het is ook geen meidenwerk, roept ze kwaad. Het is mannenwerk. Ik wil al niet eens meer. En ze wil hard weglopen. Daar laat ik. Wat ik hier in zekere zin moeilijk aan vind, is dat
Wij doen nou eigenlijk een beetje alsof Annie M. G. Schmid fout was door dat zo te doen. Ja. Dat vind ik er lullig aan. Zij is voor mij een enorm voorbeeld geweest. Ik heb mijn jeugd, ik heb zo genoten van Ja, zuster, nee, zuster bijvoorbeeld. Ja. Van de geweldige rijmpjes en verhalen die ze heeft geschreven. Mijn lievelingsboek is Het hele schaap Veronica. Een schaap dat woont bij twee dames schoon. En er komt toch een dominee ook met een triootje. Ja, het is een prachtig boek. Ik heb daar zo van genoten. En ik heb toen ook in eerdere feministische golf, toen werd ze ook aangevallen natuurlijk al vanwege hetzelfde. Mm-hmm. Dacht ik van ja, maar... Nou doen we bijna alsof zij fout was. Dat was ze niet. Ze was een voorbeeld. Ze was geweldig. En dat wil ik toch graag gezegd hebben. Ja. Maar ik denk dat er ook niet... ik wil niet voor de rest van de zaal spreken. Maar ik denk dat dat niet per se... Ik ben ook enorm fan van Annie M. G. Schmid. En ook van Jip en Janneke. Maar ik gun het mijn kinderen om niet... Dus ik heb twee dochters. Ik gun het ze om niet het idee te hebben dat omdat ze nou eenmaal geboren zijn als meisje, dat ze beter zijn in de afwas doen. En daarom vind ik het leuk om daarmee te spelen. En probeer ik ook te laten zien dat ik dat zelf anders doe. Want je kan natuurlijk van alles voorlezen, maar als je zelf wel als moeder de hele dag de afwas staat te doen, dan ben je er nog niet. Maar ik denk dat het... Ja, ik wil dat ook laten zien. Want ze krijgen al genoeg stereotype man-vrouw dingen mee. En op deze manier kan ik ze ook... iets meegeven wat ik daarin belangrijk vind. Snap je die meerwaarde daarvan? Ja, maar heb jij het ook zo voorgelezen dat je dat omdraait? Of doe je wat je daar straks zei? Want ik lees het voor zoals het erin staat. En ik geef ook context bij van... goh, ik vind het wel stom dat dat weer een meisje is dat gaat afwassen. Een beetje afhankelijk van hoeveel energie ik die avond heb. Ja. Of je het kan volhouden. Ja. Soms lees ik gewoon het verhaal zoals het er staat. Ja. En heb ik ook niet de context erbij. Ja. Maar zo zie je... En dat is het recht van de lezer en van de voorlezer. Dat boek krijg je en jij kan daar als ouder of als voorlezer mee doen wat jij wilt. Er is niemand die tegen jou zegt, ja. Je mag dat niet voorlezen, je mag dat niet voorlezen, je moet het zo doen. Zeg dan ook niet tegen mij wat ik moet doen. Dus daarmee verplaatsen we ook de verantwoordelijkheid eigenlijk voor het opvoedkundige naar de ouder in plaats van naar de schrijver. Ja, want ik heb geen opvoedkundige opleiding. Maar je zei net dat je vindt eigenlijk dat het een kunstwerk is, dat het, dus we eigenlijk mogen dat niet aantasten. Mag de lezer dat dan wel? Ja. Je hebt het gekocht of geleend. Gekocht is wat het jij, mag. Wat jij doet met een boek, dan is het van jou. Jij mag ermee doen wat je wil. Ik heb liever niet dat je het verbrandt. Maar als jij dat per se wilt, moet je dat in zekere zin mogen. Mijn taak is om een zo goed mogelijk boek af te leveren... waarin ik in vrijheid heb geschreven wat ik wilde, wat ik heb gedaan. En het is jouw... het gaat de wereld in. Hè, en het gaat net zo goed de wereld in als een kind... Dat 18 is of hoe oud dan ook dat de wereld in gaat. Je kunt het niet blijven beschermen. Het moet zijn eigen weg zien te vinden. En soms komt je boek in handen van de verkeerde mensen. Dat gebeurt nou eenmaal. En daar kun je verder niks aan doen. En daarmee sluit ik dit gedeelte van het panel in ieder geval af. APPLAUS